Ja, Hito, ja. 8-2, maar die eerste helft die moeten we snel vergeten. Ja, ik denk het wel. Wij spelen de eerste helft een beetje te stroef, te lax. Tweede helft zijn we er gewoon over gaan. Ik denk, we maken het onszelf een beetje moeilijk. Ik denk als we de ballen gewoon laten gaan en tempo maken, dat we het verschil kunnen maken. Er waren een paar prachtige pareltjes bij. Een paar echte op het topniveau wedstrijd. Zijn het bangelijke en mooie doelpunten? Ja, dat is waar. Ik zeg het, als we de bal laten gaan, bewegen zonder bal, dan creëert je opening, creëert je ruimte en dan gebeuren er bangelijke dingen, zoals die prachtige doelpunten die we hebben gescoord. Ja, nu stilletje gaan, vandaag een beetje rusten, maar dan toewerken naar die topper volgende week hier thuis tegen Hallegooik. Of denk je, dit is niet belangrijk, op het einde van het seizoen is het veel belangrijker? Nee, elke wedstrijd is voor ons belangrijk. We zitten in een leerproces, we zijn aan het groeien. Elke wedstrijd zijn we aan het groeien, we worden beter en beter. Volgende wedstrijd, volgende vrijdag komt Hallegooik. We gaan er alles aan doen om de puntjes thuis te houden. Zo niet, ook goed. Werken wij verder tot eind van het seizoen, dan zien we wel.